Ja hoor, daar hebben we hem. Wie is het? Er zijn er twee! Hanwee en Jade. Wat gebeurt er hier? Oh nee! Wat moet... Krijgen we nou een... Is dat die Pokémon? Dit is een pik. Dit is een pik. Het kopie van Rutger. Ik wil dit helemaal niet. Dat snap ik volledig, gast. Oh joh, op zo'n serpent. Heel eng. Hier, twee voor de prijs van één. Oh, we vallen met z'n allen tegelijk aan. Wat een prachtig einde. Wat een prachtig einde. De finishing blow met z'n drieën. Heel goed. Oké, het is tijd voor Ron, Bossard en Millie om gezellig eventjes op avontuur te gaan. Ze mogen samen lekker op pad. We gaan een lekker uitje doen. Het is een uitje met Millie. Wat leuk. Waar zullen we naartoe gaan, Millie? Millie, zweetdruppeltjes en Ron had hartjes. Dus het is mij onduidelijk. Wat gaan ze doen? Ze gaan vissen samen. Oh, wat leuk. Eindelijk. Een worteltje. Wacht, het vorige paardenuitje wat ik gedaan had, was volgens mij ook vissen. Dus, hey, Millie, eet even dat worteltje, gast. Eet even het worteltje. Yes. Ron en Millie zijn niveau 3. Kun je zelf een pauze stappen op een paard? Hup, paardje, hup. Nou, wat leuk. Hey, welkom terug bij gloednieuwe aflevering van Mythopia, jongens. Het is Mythoweek. Ik heb me niet helemaal Mythoweek gehouden. Het spijt me. Er kwamen wat andere video's tussendoor. En soms kwam er geen video online. Het waren wel lange afleveringen, oké? Okay? Jullie hebben kunnen genieten van lange afleveringen. Maar we zijn gewoon weer terug met een nieuw filmpje. Dus vind je het leuk? Ram op dat duimpje. En vergeet niet te abonneren voor meer Mythopia. We gaan. 2MP snoepjes. Dankjewel voor de trip. Hey, ik heb in de tussentijd een hoop gokkaartjes erbij gekregen. En ik zie dat die gele balk, die is enorm. De snoep. Snoepjeslands. Kijk hoeveel kans wij hebben op de snoepjeslands, jongens. En dat kan maar één ding betekenen. Gokverslaving! Ik wil de snoepjeslands. Geef mij de snoepjeslands. Ja hoor, komt u maar bij papa, gast. Eerste kaartje, meteen bingo. Ja, maar dit is eigenlijk, jongens, dit is eigenlijk hoe die dit soort spelletjes doen, hè. We geven ze je meteen aan het begin zo'n lekkere snoepjeslans. En dan ga je het later nog een keer proberen. En dan lukt het iets van 6 keer achter elkaar niet. En dan, dat is waarom je gokverslaafd wordt. Maar dat maakt niet uit, want we hebben de snoepjeslans, baby. Let's go. Aan wie kan ik die geven eigenlijk? Aan Ron. Ron, gast. Ik ben zo blij met... Wat? Nou ja, ik vond die... Ja. Snoepjeslans, baby. Alsjeblieft. Nog een keer spelen? Nee, get the hell out of here. We hebben de snoepjeslands. We zijn helemaal tevreden. En we gaan op pad, jongens. We gaan op avontuur in deze aflevering. Want we moeten dingen doen. Ja, we moeten gezichten van mensen redden. We moeten Mythopia bevrijden van de kwaadaardige strijder Pascal. We gaan hierdo naar rechts. Want ik zag daar Enzo Gnol bij het water zitten. Puk de man. Puk de gokman staat hier ook in de buurt. De quizman. Daar moeten we ook even een babbeltje mee doen. Wat is dit? Wat gebeurt er? Oh, Puk is een beetje vaag. Puk, wat doe je? Puk! Puk, waar val je in slaap? En waarom heeft ook niemand het door? Wacht eens even. Waar is Puk? Wat? Gaan we nou een gevecht in zonder Puk? Omdat zij in slaap is Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dit? I am so confused. Oké, maar we hoeken ze gewoon wel even met zo'n avond te paard, gast. Het is een inclusief hoek. Skadoosh. Kijk. We hebben Puk helemaal niet nodig, gast. Millie die hoekt ze. Het is met hoek. Ja, Rick doet wel de foutmelding. Oh, easy swipe, Rick. Lekker bezig, man. Rustig aan. Oh, het is met hulp. En hij spiest ze met zijn prachtige nieuwe snoeplolly. Nou, dat was niet genoeg om hem te killen. Zeer interessant. Ron, doe de juke. Oh, lekker gast. Hey, even omhoog die hartje. Nou, we doen nog een avond te paard. Het is niet nodig, Millie. Maar ik vind het leuk dat je dat doet. Want het, ja, weet je, het is goed voor onze relatie, weet je wel. Bam. En Millie dacht ook van, Puk is er niet, dan moet ik wel een beetje te hulp. Oh, Puk is er weer. Ze staat er ineens weer tussen. Ik weet niet waarom, waar ze vandaan komt, maar dat maakt niet uit. Ik ben blij dat je er weer bent, Puk. Volgende keer niet in slaap vallen. We gaan gewoon door en we gaan weer wat monsters bevechten. Kadoosh. Het zijn Venus Mifallen. Nou, laten wij even onze dubbele kattenklauw pakken. En dan gaan we. Joost loopt zich uit. Miauw, miauw. Hoppa! Je hebben ze allebei geraakt ook gewoon. Dat is goed. En Rick, die clean sweep nou gewoon die laatste plan, toch? Laten we eerlijk zijn. Kaboosh. Gast, we gaan hier gewoon te makkelijk doorheen. Het is goed. We zijn een goed, sterk team. Allemaal easy peasy. Gewonnen. Joost is level 11, baby! Heb ik wat geleerd? Ik heb niks geleerd. Maar dat klopt ook, want ik heb op level 10 nog wat geleerd. En volgens mij als kat kun je niet heel veel leren. Dat is een beetje het idee wat ik heb. Hehe! Ik zweet altijd zo na een gevecht. Ja, ik ook. Voelt dat niet heerlijk? Nou, eigenlijk niet, nee. Dat was de hele conversatie. Wauw.
Ik had verwacht dat op zijn minst Puck nog een deeltje ging uitlenen of zo aan mij. En dat ik even zo'n lekkere Miitopia deo opdeed. Maar nee, gelukkig heb ik wel post. Beste Joost! Dus ik opende die kist en wat denk je? Helemaal niks. Alleen wat papieren. Doe er wat mee wat je wilt, gast. Uitjes bonnen. Dankjewel, Govert Klein Swape. Hey, dit is wel een mooi moment om ook gewoon eventjes de uitjesbon te gebruiken, weet je wel. Misschien ik samen met Puck. Je ziet ons daar. Oh, wat gebeurt er nu? Ron en Millie. Ik wil naar de kamer van Joost gaan. Nou, ik wilde eigenlijk net met Puck er vandoor. Maar Ron, omdat jij zo aandringt, Gochem. Weet je, omdat jij zo aandringt. Hier. Gaan wij wel even babbelen. We gaan het samen hebben over het leven. We hebben vandaag een heleboel tijd over. Ja, dat klopt. Ik wil een nieuwe stijl uitproberen. Yo, Ron. You do you, man. You do you. Wat gaan we doen? Wat voor haar gaat hij krijgen? Laat het achter in de reacties. Holy shit, dit is al... Ik had wel wat verwacht. Maar dit... dit is niet wat ik had verwacht. Ron. Holy... Anime Ron. Hij ziet niet eens wat. Hij heeft letterlijk zijn hele hoofd en een deel van zijn neus is gone. Maar we kunnen wreken nu. Thanks Ron. Manga Ron. Gelukkig is het weer gone. Hey, we kunnen even kijken naar de gokken. Of we weer kunnen gokken. Ja, luxe koekenpan. Maar het is wel een kleine kans. En ik wil die elegante bon niet. En die MP-snoepjes. Oh man. Ik krijg meteen flashbacks naar 2 video's geleden. Dat we alleen maar MP-snoepjes kregen. Dus we gaan even shoppen voor natuurlijk Puck. Puck. Macho kleding. Meid, hier. Neem jij even lekker macho kleding. Want jij wilt altijd shoppen. En jij hebt een HP-banaan gekocht. Puck, jij achterlijke. Tjongejong. Koop jij maar gewoon je wollen kostuum dan, Rombos. Want jij bent wel gewoon braaf, hè. Jij koopt... Ja, perfect. Perfect. Jij bent niet zo stom als Puck. Is wat verschrikkelijk. Doe maar het effect dragen. Jij mag je kinky leren pakkie houden, Ron. Ik vind dat wol jou niet staan. Maar Jones, jij wilt zo te zien hele foei lelijke hartjes klauwen. ga die maar kopen, Gochem. Oh ja, ik kan me herinneren dat ik deze de vorige keer wilde kopen. Dat Joost toen een HP-banaan kocht. Als de aap die jij is. Maar we gaan alleen het effect uitwisselen, want past niet bij de outfit. Laten we eerlijk zijn. We hadden uitjesbonnen gekregen, toch? Een paardenuitje. Puck en het paard gaan op avontuur. Ik vind het leuk. Ik vind het gezellig. We krijgen ze niet zo heel vaak, ik moet zeggen. De paardenuitjesbonnen zijn relatief zeldzaam. Maar ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Volgens mij gaan ze naar het strand. Het lijkt me van naar het strand gaan. Wauw. Vergraven, ja. Puck ook dood zit op dat paard. Ja, ben je het graven? Ben je het graven? Oké. Is daar iets? Oh, er zit daar wat. Oh, ja. Puck, wil je het even opgraven anders? Kom op. Wow, shinies! Een 1 MP snoepje. Dat is echt gewoon boeien. Ik vind het wel interessant. Het is wel goed dat in ieder geval ze naar niveau 4 zijn gegaan. Maar verder, boeien. Een HP-banaan heb ik ook nog gekregen. Nou, we kunnen nog eventjes samen met Ron even lekker gaan koffieleuten, weet je wel. Ron en ik samen lekker op de bakkie, lekker bakkie pleur. Ron en ik zijn allebei mannen op de leeftijd, weet je wel. En soms moeten we gewoon even een bak cafeïne naar binnen gieten. Omdat we anders gewoon in slaap vallen, weet je wel. Dat moeten we niet hebben tijdens de gevechten. Het is heel belangrijk om gewoon actief en wakker te zijn. En dit. Oh, en nog veel meer. Yo, Ron, die bestelt het hele winkel leeg. Die man achter de balie. Staat ook echt gewoon van, yo gast, dit is perfect. En ik zit daar zo van, yo gast, mijn geld. Het is allemaal goed. Ron Bossard, je hebt zelf betaald. 2 MP snoepjes heeft hij maar gekocht. We gaan op pad. Het is tijd om te gaan. Let's go. Kijk ons team. Powerhouse. Ik mis mijn oude team wel een beetje, jongens. Laat even weten in de comments welk team jullie het leukste vonden. Dit nieuwe team of het vorige team. Hey, Puck. Volgens mij is het weer tijd voor een quiz. Wacht eens even. Nou, oké. Wie is het dol op pret en spellen? Dat ben ik, de enige echte quizmaster, Puck. Je ziet eruit als iemand die erg opmerkzaam is. Wil je mijn quiz, wie is het, proberen? Ja. Dan kan de show nu beginnen, jongens. Goed opletten, hè? Wie is het? Ik heb 3 vragen, laten we beginnen. Vraag 1. Dit ben ik. Hell yeah. Ik moet zeggen, ze worden pittiger. Not gonna lie, ik moest even goed kijken. Maar mijn ogen stonden niet zo scheef. Vraag 2. Wie is Ron? Holy shit. Dit is neuzen. Ik wist deze, omdat ik net met Ron Bos op de kamer zag. En toen dacht ik, wow, Ron heeft dezelfde neus als mij. Maar deze was moeilijk. Deze is moeilijk. Oh, dit is lengte. Oh, fuck, dit is lengte. Ik denk die. Woe, goeie gok. Goeie gok. Dat was pittig. Dat zijn dingetjes die je niet vaak ziet en onthoudt. Maar toch heb ik het gedaan. Je hebt eerlijk gewonnen. En ik krijg 3 verslavingstickets. Puck, gast, je voedt mijn verslaving, gast. Oké, laten we hierin gaan.
We zijn bijna bij koning Enzo en zijn rivier, of zijn water, of wat, hoe je het ook wil noemen. Mijn ogen drogen uit. Gast, doe je ogen gewoon dicht. Millie stuurt wel. Hey! Mijn waterfles is helemaal leeg. Gelukkig die van mij niet, Pukke. Cheers. Grr! Dan moet het Ron Bossard zijn geweest. Oh ja. Nu weet ik het weer. Ik heb hem zelf leeggedronken. Comedy van de hoogste plank. Dit is echt... Jongens, dit ga je nergens anders zien. De comedy, ja. We gaan naar boven. We gaan de koning Enzo natuurlijk. Let's go. Je hebt een herberg gevonden. Woo! Yo! 50% kans op een luxe koekenpan. Jullie weten wat dat betekent, dames en heren. Gokverslaving! Let's go! Ik wil die luxe koekenpan. Geef mij nou die luxe koekenpan. Ik wil die luxe... Het zijn er drie, I mean. Gelukkig zijn we gokverslaafd, jongens. Dan gaan we gewoon nog een keertje, baby. Geef me die luxe koekenpan. Ik wil geen oudjesbon. Ik wil geen kwarktaart. Ik wil geen MP-snoepjes. Ik wil die luxe koekenpan. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Woo! Let's go! Oh, oké. Okay. We hebben de twee beste keuzes kunnen krijgen. De drie oudjesbonnen en de luxe koekenpan. Puk, meid. Kijk nou. Oh, meid. Jij gaat de mooiste koekenpan krijgen van mij. Look at that. Look at that. Dat is prachtig. Princess Peach gaat de mooiste taart van Mario maken. Nee. We're getting the hell out of here, jongens. We hebben nog bonnetjes over voor de volgende keer. Helemaal ziek. En in de tussentijd kunnen wij lekker karaoke doen met Puk en Rick. Weet je, Puk en Rick gaan samen gewoon even lekker op karaoke. Dat vinden ze leuk. Let's go. Laten we samen karaoke doen. Jullie gaan samen karaoke doen. Puk heeft geen snacks meegenomen. Het wordt een avontuur. Kijk, ze gaan. La la la. Oh, ze is een beetje nerveus. Oh, wat vals. Ik schaam zo. Hé, wat zeg je van een duet? Oké. Gaan ze, jongens. Hell yeah. Hell yeah. Dit is zo nice. Koning Enzo op de achtergrond. Sikke vibes. En dat is wat Puk altijd zegt, hè. Good vibes. Level 9 alweer. Hoppakee. Kunnen wreken. Lekker wreken. Ah, dat was een geslaagd uitje, weet je wel. Gezellig gesprongen, we hebben een HP-bananen overgehouden. Let's get the hell out of here. We gaan weer op avontuur. Ik wil eventjes langs koning Enzo, joh. Bij dat meer. Gaan we ook... Oh, we gaan gewoon over het meer heen. Interessant. Koning Enzo, wat heeft u te vertellen? Natuurlijk zit hij tevreden. Bom, bom. Bom, bom. Nom, 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 nom. Oh, jij bent het. Oh, ik zie er gewoon uit. Gelukkig hebben we nog een voet over voor de nood gevallen. Zo, koningsgebraad, zeer poch. Oh, ze gaan zweet ik niet meer op. Oh, dat was alles. Dat was letterlijk alles. Are you kidding me? Ik vroeg me echt af wat koning Enzo hier deed. En hij gaf me gewoon voer. Het is ook maar één stuk. I mean, ik had wel verwacht van Enzo dat hij me maar één stuk zou geven. Like, hij zou me nooit meer van zijn koningsgebraad geven, toch? Maar sure, whatever. We gaan naar rechts een keer. Om te kijken waar het verhaal ons verder heen brengt. Dat was echt de meest waardeloze koning Enzo-interactie tot nu toe. Het wordt donker. Oh, het is tijd voor zo'n nachtdingetje. Eet even een kruidnootje, jongens, terwijl we de nacht in gaan. Dus we gaan barbecuen. Kijk zo nou. Oh, lekker. Ja, paddenstoel. Moet je deze paddenstoel zien? Oh, wie durft het aan? Ik wel. Oh jee. Ah, ik vond het niet lekker. 10 HP. Holy shit. Dat was een wrong gok. Een slechte gok. Oké, toen kwam de ochtend en Joost heeft diarree waarschijnlijk. Wrong gok. Is het alweer ochtend? Ja joh, wat een dag. Wat een nacht. Gast, je bent net geslapen. Hoe kan je moe zijn, Rick? Weet je wat? Dit maakt je wel wakker, joh. Zo lekker gevecht. Let's go. Yo, vlinders. Let's do de dubbele kattenklauw op het midden. Ik zie wel wat er gebeurt. Miauw. Oké, het zijn wel twee random klappen dus. Het is niet AOW-ish. Oh, Ron. Wauw. Een complimentje. Oké. Oh, iedereen helpt mee. Look at that. Yo, Rick gaat weer eventjes zijn groene goo tevoorschijn halen. And there you go. Ik vind dat zo'n handige avond te hebben. Ik vind het echt een sikke aanval. Ik mis Tovenaar Jones. Ja, ik moet zeggen, Tovenaar Jones was wel mijn favoriete Jones. Maar Kat Jones heeft wel potentie om moker veel damage te doen. En that's nice. Gast, clean. Nu alweer een herbergje. Oeh, de woestijn van nabijland houdt hier op. We hebben veel beleefd tot nu toe. Er was die geestelijke lamp, Akinator.
Dat hele gedoe in de piramide. En met ons gekke team hebben we het voor elkaar geschopt. Maar opgepast, er staat ons nog meer te wachten. Echt nu al? Oh nee. Kunnen we het hier niet eerst even rustiger aandoen? Ja, we hebben heel wat rust verdiend. Pff, hoera! Jongens, we hebben het uitspeeld. We hebben de desert is uitgespeeld. De zandvlaktes. Oh, wow. Jezus, we zijn al level 10. Ik ga eens even een andere... Wow, opofferen. Oké, shit. Stel een heldendaad en vang een klap voor je vriend. Ik ga denk eventjes de mensen een beetje verplaatsen. Wat gebeurt er? Oh, nee! Gaat hij weer mijn team meenemen? Moeten we weer een nieuw team maken? No way! Alweer? Alweer! Waar zijn de anderen gebleven? Zou de duistere vorst hebben meegenomen? Ho, ho, ho! Dat heb je goed gezien! De duistere vorst van Pascal heeft ze s'nachts meegenomen! Je bent na het redden van nabijland een beetje onoplettend geworden! Nu heeft de duistere vorst vast nog meer van je vrienden ontvoerd! Nee, niet weer! Ah! Oh, je krachten ben je ook weer kwijt! Ik zou je nu in een nieuwe klasse moeten plaatsen! Kies maar welke klasse je gaat zetten! Ik heb geen zin om weer opnieuw... Fucking hell! Weer opnieuw levelen! Are you kidding me? I hate it already! Dan hebben we Tank, Prinses, Bloem. Bloem Joost. Fotosynthese. Ja. Hell yeah, boy! I'm gonna be a fucking tank! Yes! Ik dacht, je bent een tank. Zeg maar als in van die games als World of Warcraft. Weet je wel, dat je gewoon zo'n hele sterke guy bent. Maar ik ben letterlijk een tank. Mijn hemel. Oh mijn god. Oh ja. Oh, wat goed. Dit is fantastisch. Oké, ondertussen. Ja, nou ja. Oh, hell yeah. Rudy, Jamila, Gio. Ik heb jullie gemist. Is die warm? Ja, inderdaad. Hè? Oh, er zijn de nieuwe makkers zijn er ook. Ze ontmoeten elkaar. Ja, maar dit is niet... Jongens, luister, dit is kut. Mijn eerste vriendengroep, die komt nu in contact met mijn tweede vriendengroep. En ze gaan nu zeiken, want ik heb natuurlijk mijn eerste vriendengroep vervangen met mijn tweede vriendengroep. En nu gaan ze over mij roddelen dat ik een klote vriend ben. Dit is helemaal niet chill. De duistere vorst Pascal. Hij heeft ons ontvoerd en hierheen gebracht. Jullie ook al? Dan zitten we hier hetzelfde schuitje. Wacht eens even. Zijn jullie vrienden van Joost? Ja, dat klopt. Wat toevallig! Wij zijn ook met hem bevriend. Waar? Dat maakt ons allemaal vrienden. Oh, wel? Oké. Oké. Thank God. Joost is vast hard aan het werk. We kunnen niet bij de pakken neerzitten. We moeten een weg naar buiten vinden. Inderdaad. We zullen allemaal moeten samenwerken. Hup dan, aan de slag. Oké, dus ze zijn samen gaan werken. Ik had echt verwacht dat dit wordt chaos. Dit wordt drama. Ik kan natuurlijk niet zelf op uitje. Ik kan wel even eten. Joost heeft tot zien honger. Hier, neem maar dat gebraad, gast. Lekker gebraadje, Gochem. Lekker gebraadje. Heel goed. Laten we gewoon gaan. Denk ik. Ik slaap wel bij Millie. Ik vind het wel mooi dat ze Millie nooit meenemen. Het is altijd... Millie blijft altijd over. For some reason. Door voedsel te eten is de avond met 10 of meer gestegen. Nou, poch, gast. Alle statistieken van 10 minuten zijn door het eten van voedsel naar 10 of hoger gestegen. Heel poch. En poch. We gaan alleen naar de volgende wereld. Wat is de volgende wereld, jongens? Yo! Elflandia, gast. Thomas heeft een Yoshi-outfit aan. Helle cute. We zijn in Elflandia aangekomen. Wat grappig. Waterdruppeltjes. Een kleine... Allemaal gekrompen. Hopsakee. Ik heb zin in het eten vanavond. Ik vind het wel mooi dat ik gewoon nog steeds zo gemotiveerd ben in mijn eentje. Terwijl ik al 2 keer al mijn vrienden ben verloren. Wat de hel? Pom. Yo, gast. Pom. Get the fuck out of here. Schiet ze. Oh, ik sla ze met een kogel. I mean, dat is hoe het werkt. Nee, pom. Ik werd geprikt door een pom. Ik vind het wel... Ik weet... Dus als tank zijnde, sla je ze daadwerkelijk met de kogel. Zonder je schiet de kogel niet af. Nee, je slaat ze met de kogel. Good shit. Ik haat het dat ik nu weer alles opnieuw moet leren. Oké, whatever. Dat was een makkie. Ja, dat was ook niet zo moeilijk, nee. Marshmallows. Sure. Dat is wat je krijgt van poms. Ik moet sterker worden. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Oké. Geef me eventjes een game ticket. Nee, dat is... Nee. Nee, ik wil eigenlijk bonus ervaringspunten. Gast, dat heb je net ook al gezegd. Je valt in herhaling, Tank Jones. Wat is opeens met je outfit? Ja, ik ben een tank vooral... Een twerk-koen. Een twerk-koen.
Het is gewoon te grappig dat ik niet meer kan lachen. We killen het. Oh, ik schoot nu wel. Recht is een punani. Recht is een kloaka. Oké, okay, we gaan weer door. Oh, yo, shit, we zijn level 2. Look at this go. Tank boy. Leer iets. Nee, leer niet. Keep carry. Oh ja. Oké. Okay. Yes. Dat wordt de thumbnail. I guess. I don't know. Formitopia! Arme Twerkoon. Yo, gast. Shiny stuff. Hier ligt ze op de grond. Tuurlijk is het een fucking HP-banaan. Dat is legit grappig. Een game. Herberg equals gevonden. Wat een game. Wat een game. Belt er nou al meteen 50 verschillende voeten. Oké, okay, ja, shit. Gaat er nou al iemand aanbellen? Of moeten we nog een stukje alleen verder? Maar ik en mijn paard gaan way back, jongens. Doe-wap, doe-wap. En je weet wat ze zeggen. In ieder geval 5. Ik moet echt meer met mijn paard chillen. Kijk ons lief liggen. Ja hoor, gast. We moeten gelijk al een teammaat maken. Oh, meteen ook gewoon. Oh, oh, oh. Sorry dat ik je opnieuw heb laten wachten. Alleen de reis is nogal eenzaam. Word je niet vrolijk van, toch? Geen nood. Ik heb een nieuw teamlid voor je erbij gevraagd. Who's it gonna be, chat? Who's it gonna be? A few moments later. Keiler Nick, daar ben je. Nicky de Bloom, flower power baby. Hallo daar. Ik ben Nicky. Ik hoop dat je een plek voor me hebt. Ik zal mijn uiterste best doen. Oké, maar luister. Nou moet ik dus eigenlijk altijd met Nicky op de kamer, hè? Dat is de regel. Ik kan vanaf nu alleen nog maar met Nicky op de kamer. Leer Nicky beter kennen. Straks zullen nog 2 vrienden zich bij je team aansluiten. En jullie moeten ook de krachten bundelen om binnen te komen. Oké, okay, alvast omvragen. Verzinnen jullie alvast even 2 andere mensen die we kunnen adden zometeen? Nicky bij Millie's is ook wel een ding. Nicky, we gaan even op uitje. Oh nee, wacht. We gaan goud nog geven. Een houten panzer. I mean, het werkt. Ik weet nog niet of ik mijn tank van hout wil. Een houten panzer, gast. Let's go. Ik ga het effect dragen. Ik wil niet van hout zijn. Ik vind mijn huidige tank tot nu toe nog leuker. Oké, okay, Nicky, wat wil jij hebben? Een kersenbloem. Ja, maar Nick. Een kersenbloesem is wel mooi, hè. Van die Japanse kersenbloesem. Look at it. That's kind of cute. Ik vind alleen dat... I mean... Oké. Okay. Nicky, jij wordt een gele kersenbloesem. There you go. Het is heel raar, want kersenbloesem is eigenlijk altijd paars. Maar je bent geel nu. It's fine. Laten we samen even op avontuur gaan. We gaan even op bioscoopbezoek. You and me both. Gezellig, meid. We moeten even bonden. Nicky en ik moeten even bonden. We kennen elkaar nog niet zo goed. We gaan nu even naar de bioscoop. Wat een leuke outfit. Niet slecht. Ik krijg een complimentje van mij, joh. Ik voel wat opbloeien hier, oh. Letterlijk en figuurlijk, want je bent een bloem. Wat voor een film is dit? Een mysteriefilm. Oh. Ik vind het blijft mooi dat Roy elke keer op de achtergrond zit in die films. Oh. Ik ook echt met die hele tank om mijn nek heen. Mijn god zeg. Ah, ik begin te snappen. Oké. Okay. Wat begin je te snappen? Nou, aan het einde werd alles uitgelegd. Nicky heeft weer niet eens opgelet. Nicky, je bent in slaap gevallen, dat is veel. Oké, okay, wacht. We gaan nog even een uitje doen. Dan zijn we hier voor een level omhoog. Ik vind alleen wel dat... Ik hoorde inderdaad mensen al zeiken over dat Nicky eigenlijk gewoon een roze bloem moest zijn. Of paars. Hier. Oh nee, het moet echt roze zijn, hè? Zo maar dan. There you go. Nou goed. Oké, okay. We gaan nog even 1 keer op een uitje en dan zijn we als het goed is weer helemaal cute. We gaan op een plantentuin-excursie. Heel ziek en ziek. Daar gaan we. Zullen we samen wat bloemen bewonderen? Nou, dat klinkt fantastisch. Heb je honger? Dat wordt niks. Hell yeah. Bewonder mij dan gewoon. Ja, ik kan beter gewoon naar Nicky kijken. Waarom gaan we helemaal naar een bloementuin als ik ook gewoon naar haar kan kijken? Heb je van bloemenkunde gehoord? Elke bloem heeft een betekenis. Dat wist ik niet. Vertel me er meer over. Tuurlijk weet zij over dingen over bloemen. Tulpen zijn extra bijzonder. Hun betekenis hangt van de kleur af. Echt waar? Wat betekenen de kleuren dan? Gele tulpen? Betekenen dat de liefde tussen 2 personen nog tot bloei moet komen? Dat is een hint. Dat is een hint. Onze relatie is als een gele tulp. Hij moet nog tot stand komen. Niet in het echt, maar in Mythopia. Maar we zijn nu kennissen. Jee. Wat goed. We kunnen indruk op elkaar maken. Nicky en ik against the world. Heel leuk. Cannibale thee. Oké, laten we maar gaan op pad gaan. Met Nicky. Ik ben er klaar voor. Hoppatee. Die tankgeluiden ook echt. Goed. Harm staat er alweer te wachten. Oké. Okay. Harm the wizard. Laten wij even met hem gaan babbelen. Ik ben benieuwd. I'm so invested. Hopsakee. Daar gaan we. Ik ben er klaar voor. Ik ben jaloers. Wat? Waarom? Waarom? Wat is er toch anders aan je? Je hebt er wat nieuws aan. Je ziet er geweldig uit. Oh, dankjewel. Nou, Nick, je vond mijn complimentje leuk. Onze liefde gaat weer omhoog.
Zeer poch en poch. Oh, Nicky heeft nog geen strijdkreet. Dat is wel een goeie. Hang on. We moeten Nicky nog even een strijdkreet geven. Strijdkreet. Oké, Nick, wat is je strijdkreet? Dit is zeg maar een referentie voor de mensen die de stream gekeken hebben. Want er is dus een ding wat je kan doen op mijn Twitch. En dan kan je mij mee laten jumpscaren. En dat is wat Nicky die gewoon heel hard Joost schreeuwt. En I kinda like that. Yo, mondige tomaat. Waarom is die zo snel? Oké. We gaan avond op paard op de mondige tomaat. Let's go. Skaboosh. Dat deed niet heel veel. Oh nee, ze moeten allemaal Nicky hebben. Nick, banaan chappen. En je moet aanvallen. Immig. Tomaat. Oh, ze moeten allemaal Nicky hebben. Joost slooft zich uit. Sick. Doei, tomaat. Ik ben wel blij dat hij nou wel gewoon schiet. En niet random slaat met zijn kogels. Nicky is aan de beurt. Wat doet ze? Oh. Oké, Nicky kan dus blijkbaar allebei die beesten aanvallen. Ze doet wel maar 1 damage. Dat is niet heel veel. Maar oké. Pom A. Oké. Twee damage. Nick, je doet niet heel veel. het is een beetje karig hoeveel damage je doet. Maar het maakt niet uit. Misschien komt dat nog. Misschien komt dat nog. We hebben bijna 400 mensen gered, joh. Hoppa. Ah, ja, Nick is niet voor 2. Dan leert ze wel wat, toch? Of niet? Oh, nee. Oké, niet. Maar bonus ervaringspunten. Let's go. En we hebben weer wat spulletjes gekregen. Wat voedsel. Ik wil een kat. Sorry, wat zei je? We hebben al Millie het paard. En Millie is praktisch een kat. Adam! Mijn man! Daar is die. Oh. Adam. Hoi, Adam. Ik hoorde dat je niet sneeuw hebt gezien. Je hebt Akinador zijn fouten laten inzien. Goed gedaan. Trouwens, hoe gaat het met je zoektocht naar de Duister de Vorst? Hey. Nou... Maar hij legt even alles uit. Oh ja, hij legt waarschijnlijk ook uit alsof dat al zijn vrienden zijn gestolen. Ja, dat gooit wel roeten in. Ik weet misschien wel waar de Duister de Vorst is. Naar achter in het Elvendorp. Elven? De elven zijn geesten die in het bos leven. Ze zijn echte meesters in de magie. Als de Duister de Vorst daar aanvalt, zal hem dat nog flink tegenvallen. Tot ziens. Waarom? Joost, karakter Jones in game. Vraag gewoon aan Harm waar mijn vrienden zijn. In welke realm of zo. En laat hem ze terugbrengen, you know. Well, dit is gewoon waardeloze informatie. I mean, misschien kunnen de elf ons helpen. Ik heb post. Van Duncan. Wow, ik ben een rondreizende fotograaf. Hopelijk vind jij foto's gaaf. Met de blabknop kun je ze zelf ook nemen. Duncan, helemaal thanks voor jouw sikke adviezen. Maar Nicky en ik zijn even midden in een relatieverbetering. Ik weet niet of je het door hebt. Kijk ons gaan. We zijn niveau 3. En we kunnen elkaar waarschuwen, joh. Zeer belangrijk. Yo, conversatie. Laten we zeggen wat we te zeggen hebben. We moeten wat regels invoeren voor onze kamer. Altijd weer, hè, met die nieuwe mensen. Ze moeten altijd weer regels hebben. We moeten stil zijn als mensen willen gaan slapen. Dat is wel iets wat Nicky in het echt ook zou zeggen. We moeten ons geen zorgen maken over rare geluiden 's nachts. Dat is apart. Wacht eens even. En als een enge stem ons iets influistert, mogen we onze ogen absoluut niet openen. What the fuck? Ik wil naar een andere herberg. Nick, what the fuck? You're crazy. You're crazy. Oké, laten we even kijken hoe het met de spellen gaat. Nou. Een eikel. Maar de kans op zo'n MP-snoepie is wel erg groot. Ik weet niet of ik voor die eikel... We gaan voor die eikel, baby! Gokverslaving. Eikel, ahoe. Eikel, ahoe. Ja. Stop. Let's go, baby! Heel ziek. En ziek. Dat is perfect. Het is een rode eikel. Nick. Oh, ik! Ik dacht dat ik hem aan Nicky moest geven, want die is de bloem hier. Ik heb een eikel. Hey, yo, we gaan gewoon voor de eikel. Let's go. We do be shooting de eikel. Nee, dat is wel mooi geweest. Weet je wel, we hebben dat gokspelletje gewoon helemaal uitgespeeld, gast. We weten gewoon precies wanneer we moeten inzetten, wanneer niet. Ja, Nicky moet ook wel even... Nicky moet even levelen met Millie. Nicky en Millie hebben nog helemaal geen level. Dus dit is ook wel goed om die twee eventjes te laten levelen. Een uitje met Millie. Ja. En ze gaan samen naar het strand. Wow, ze rennen in slow motion over het strand. Baywatch. Dat was het ook gewoon. Oké. Thanks. Very cool. Lekker kort en krachtig. Vind ik helemaal goed, joh.
De bloem in de tank is een contrast, hè. Dat is net als in het echt. Nicky gaat nog wel een keertje, denk ik. Na 2 en 3. Even kijken. Ik geloof het wel. Of wat heb ik met Millie dan? Oh, ik heb 5. Ja, oké. Okay. Nicky, ga nog maar een keertje met Millie. Dan is het een beetje oké. Okay. Millie in me in real life could never. Kan je niet gewoon met Millie in real life... Oh, we hebben een monster. Dit is echt al lang niet meer gebeurd. Zeg maar, tijdens het paardrijden... Oh mijn god. Tijdens het paardrijden, zeg maar, dat we een vijand tegen zijn gekomen. Maar die boink doet echt moker veel damage. Oké, okay, ik kan gelukkig wel te paard gaan aanvallen. Ja, ik kan ook niks doen. Ik moet gewoon kijken. Ik kon letterlijk niks doen. Ja, stik er maar in. Je gaat ook geen de paarden uit je 2 krijgen, hoor. Ben ik niet dood. Ja, je bent wel gestorven, maar je bent alweer, je hebt je levens weer teruggekregen. Ik heb vlinders in mijn buik. Oh. Joost heeft vlinders in zijn buik? Een bibliotheek vol met boeken. Wauw, dit moet ik allemaal lezen. Ja, succes daarmee. Oh mijn god, ik ben oud. Ik ben verouderd. Oh, was ik maar eeuwig jong. Hoe is Nicky nog steeds gewoon normaal? Dat is heel veel leeswerk. Ja. Hé, het is goed voor onze relatie. Lekker een boek lezen samen. Livo 4. Meer MP-snoepjes. Goed, let's go. Let's boogie. Oh, we gaan naar het Elfendorp, toch? Oké, okay, ik denk dat we nog een eerste stuk moeten voordat we in het Elfendorp zijn. Ik ben benieuwd. En in het Elfendorp gaat natuurlijk iedereen's gezicht weer gestolen worden. Valt een beetje een herhalingsspel. Ah, komt wel goed. Oké, okay, Nick. Don't die. Oké, okay. Don't die. We hebben maar 1 mondige tomaat. Het komt goed. Ik schiet gewoon een eikel af. 9 damage. Komt beter. Oké. Hoppapai. We doen echt zo weinig damage. Ik gelukkig nog wel redelijk wat. Maar... Nicky, nee. Nee. Oké. Okay. Yes. Dat was een makkie. 24G, 24G. Hoe zou Nicky zich voelen? Je hebt een goede bui. Oh, een ogenblikje. Even een MP-snoepje chappen. Weet je wel. Dat snap ik wel. Dan, dat was ook echt nodig. Dat was 100% ook echt nodig. Niet echt. Oké, okay, let's go. Op naar de herberg. Yo, de Twerkkoen is terug. Twerkkoen. Twerkkoen, baby. Nicky, thanks voor de waarschuwing. Duke hem, Joost. Dat is niet hoe je duke. Yo, we moeten echt de snelheid even een beetje fixen. Twerkkoen. Schiet hem in zijn kloaka. Joehoe. Oké. Okay. Nicky. Oh, ze doet 3 damage nu. Dat is meer dan wat ze eerst deed. Oké. Tijd paardje aan van de paardje. Let's go op de mondige tomaat. En skaboosh. Krijgen we dan weer kip curry en tomatensoep. Of wat was het? Dat was tomatenpasta was het volgens mij. Hoe is dat ding nog steeds niet dood? Nou wel toch? Let's go. We hebben al 402 mensen. Ik ben niet koud trouwens. We hebben al 402 mensen geholpen. Wist je dat? Yo, ik ben bijna level 3. En we hebben tomatenpasta. Zie je hem, man? Kom maar op, monsters. Dat vind ik niet zo goed. Yo, nog 1. Ik dacht dat we bij de herberg zouden aankomen. Maar we hebben 2 twerkoenen en een mondige tomaat. What the fuck? Liet dat ding nou een scheet? What the fuck? De twerkoen liet een scheet. Oké. Okay. Ik denk dat we de mondige tomaat misschien eerst even moeten killen. Nicky valt uit tegen de twerkoen en slaapt zich ook uit. Oh, dat komt beter. Oh, ze blijft boos. Oh, en dan doet ze nog een keer. Nicky is fucking pissed. Look at her. Lekker bezig, Nicky. Ik kill de Twerkkoen B even. Hoppa. Die is dood. En dood. Nicky is nog steeds boos. Dus Nick swipes even. Oh, nee. De woede wordt minder. Oké, laat me zitten. Ja, gaat ze maar een HP-banaantje champen. Ja, het is prima, want ze was wel bijna dood. Laten we eerlijk zijn. Die rottomaat. Ik kill gewoon die andere Twerkkoen. Oké. Ze attackt wel als een dief. Ja, maar ze is een bloem. Yo, Nicky, bloem. Nicky in de paard. Skaboosje. Nou doet ze damage. Nou doet ze damage, dames en heren. Alleen met Millie is ze een beetje sterk. Anders is het, lijkt het allemaal ergens op. Dat maakt hem even zorgen. Dat snap ik wel. Yo, niveau 3. Leer ik nou eindelijk mijn eerste magieaanval of niet? Het Mi-kanonskogel. Gebruik een vriend als munitie om een vijand te raken. Wow, ik ben legit benieuwd wat dat doet. Ik kan dus letterlijk Nicky afvuren als een kogel. Ha!
Ha. Kinsey, open die handel. Yo, poch. Geld. Hey, hadden we niet trouwens echt al dik 10.000 euro in de vorige paar afleveringen? Waar is het allemaal heen gegaan? Het is ineens gehalveerd of zo. Ik denk dat ik te veel geshopt heb voor Puk. Puk die wilde, maar die bleef maar shoppen. Je hebt 400 mensen gered. Een goddelijk geschenk. Meer HP-stroosels. Oh ja, heel goed. En meer MP-stroosels. Ja joh, kom er maar bij. Lekker dit. Ho ho ho. De dankbaarheid van de inwoners heeft een nieuwe kracht in je gewekt. Je geeft de bevolking van Midhopia weer hoop. Elke keer krijg je fucking veel hoop. Zoveel hoop. Nou, verschrikkelijk om ons te gaan verslaan. Joe! En de volgende bonus ontvang je bij 450. Woop. Je hebt 30 bananen gegeten, gast. Oh, voor het eten van bananen krijgen we ook een goddelijk geschenk. En ze zijn effectiever. Wat leuk. Ah! Je teams voorliefde van bananen heeft tot een nieuwe kracht geleid. Ik weet dat het misschien raar klinkt, maar... hoe meer bananen je eet, hoe groter de werkzaamheid is. Als je team 60 bananen heeft gegeten, worden ze nog effectiever. Smakelijk. Bam! Yo, er is weer een conversatie gaande. Ik ben benieuwd. Oh, ik ben lekker aan het zingen. Wat kun jij goed zingen? Oh, wat lief. Dankjewel, Nick. Oh, dat was het. We hoeven in ieder geval niet op excursie, want we zijn weer level omhoog, joh. Kijk ons gaan. Niveau 5 alweer. Wat gaat dat snel? We kunnen complimentjes geven. Zeer pog. Oké, misschien dat we toch nog wel even op uitje gaan. Gewoon even koffieleuten. Weet je wel, we zijn nu niveau 5 aan vrienden. We have to increase the friendship, you know. We have to increase. Oké, wat heb jij daar? Een café latte met karamelsiroop en vanillesiroop en chocoladesiroop en kaneelsiroop en slagroom. Dat is legit accuraat. Dat is de shit die Nicky ook in real life drinkt. Café latte met zo'n beetje elke soort zoetige siroop die je maar kan bedenken erin. Tot nu toe vind ik... sounds right. Ja, dat bedoel ik. That's funny. Oké, spellen. Oh, nou. Een haveloze bloem. Ik denk, jongens. Ik denk, en ik weet het bijna wel zeker. Het is tijd om te gokken. Gokverslaving. Stop. Ah, fuck. Nee. Stop. Nee. Een handje vol. Nou, nee, ik word op zijn minst maar level 3 dan. Goed zo. I mean, it's something, right? Zacht geurtje geleerd. Herstel HP met een bloemengeurtje. Dat doet geen damage. Dat doet geen fuck. Het herstelt. Maar we hebben een gokverslaving, dus we moeten doorgaan. Gokverslaving! Boep, 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 boep. Geef me wat ik wil hebben, want dat is die haveloze bloem. Stop! Yes! Woo! We got it, boys. En girls. We hebben de haveloze bloem. Nikki. Kijk nou hoe goed je eruit ziet met deze outfit. Ja. Dit is prachtig. You go, girl. Look at you. Paars en groen. Fantastisch. Hey, gokverslaving. Ik moet zeggen, in deze aflevering... de gokverslaving, het gaat me best wel voorspoedig. Ik moet zeggen, het is wel eens slechter geweest. Laten we gaan. We gaan als het goed is naar het Elfendorp, jongens. Oeh, spannend. En dat doen we in de volgende aflevering natuurlijk. Bedankt voor het kijken. Dit is niet de camera-engel die ik wilde. Oh, ik zit trouwens hier. Hi. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Midhopia. Vond je het nou leuk? Doe dan zeker even zo'n duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren. Want bij de 15 miljoen abonnees komt er een nieuwe aflevering van Midhopia. Oftewel morgen. Doei jongens, bye bye, ciao.